Dames, heren, jongens, meisjes, we zijn er weer. Zoals jullie zien heb ik het licht een beetje aangepast. Want in de vorige video was ik erg ginger en hopelijk nu een stuk minder. Toen was ik kaal en ginger, nu ben ik alleen nog kaal. Nou, dat is toch een grote vooruitgang, 50%. De volgende keer heb ik ineens mijn hele strakke haarlijn omdat ik naar Turkije ben geweest. Vandaag heb ik weer een video voor jullie waar we gaan kijken naar een cursusverkoper. Woehoe! Kijk, toen ik begon met deze video's dacht ik, nou, er zijn er echt maar 3 of 4 in Nederland. Maar echt de put met... poep. De put met cursusverkopers die helemaal ingesmeerd zijn met poep is echt heel groot. En dat ze zeg maar heel veel poep eten. En dat als ze praten, ja, dan komt er ook alleen maar poep uit. Omdat ze gewoon helemaal vol, helemaal... al hun ingewanden zitten gewoon vol met poep. Dus ook vandaag hebben we weer een mooie gevonden. Nou, mooi. Een interessante. Laten we daarop houden. En zelfs eentje die wat over bankzitters zegt. Nou ja, dan weet je... dan ben je het verkeerde adres, vriend. Ik zeg je eerlijk, dan ben je het verkeerde adres, ja. Vind je deze video's nou leuk? Laat een zeker duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal, dat kan hier beneden. Het zou fantastisch zijn als we morgen de 800.000 abonnees zouden hebben. Dat gaan we niet halen. Maar als jij zou kunnen abonneren, zou dat wel leuk zijn. Voordat we gaan beginnen, ik wil even één ding. Werd ik op geattendeerd. Dat vind ik echt schitterend. Dit vind ik zo mooi. U weet dat ik al deze video's begon met Ole van de Landen, weet je wel? Lole van de Anden. Die van de Boljonairs. Ik ga het even opzoeken, hoor. Ja, met Boljonairs doe je een soort van dropshippen. Met, ja, ik weet het ook allemaal niet. Het is in ieder geval sorry. Maar wat dus mooi is, is dat je dus samenwerkt met Europese leveranciers. En je hebt dus zelf geen voorraad. En dan leveren zij het voor je. En in de algemene voorwaarden van bol.com staat dus dat de zakelijke verkoper garandeert dat uitsluitend artikelen worden aangeboden die bij de zakelijke verkoper op voorraad liggen. Dus er staat hier letterlijk in de algemene voorwaarden van bol.com dat je niet mag dropshippen. En toch kopen mensen cursussen van gasten die zeggen zo leer je dropshippen. Dat is toch niet te geloven? Dat is toch ongelooflijk? Dat is zelfs als ik zeg. Mensen, ik heb echt een manier om fucking snel geld te verdienen. De manier is... om een oud omaatje te zoeken met dan een handtas. En dan doe je een bivakmuts op. En dan ren je heel hard achter haar aan. En dan jank je eromver en pak je de tas. Ja. Super snel geld verdienen. Want ze hebben echt vaak wel wat cash geld in de tas en zo. Echt super nice. Koop nu mijn cursus. Zal ik uitleggen hoe je zo makkelijk mogelijk oude vrouwtjes knock-out kan slaan. Want hier hebben ze een heel gevoelig plekje. Kijk, misschien is het niet helemaal hetzelfde voorbeeld. Maar je begrijpt wat ik bedoel, mensen. Goed, dat was leuk. Nu gaan we kijken naar Thomas van der Lek. Thomas van der Lek. Hij maakt YouTube video's. Heeft een e-com blueprint. Waar we straks naar gaan kijken. Ik ga de blueprint downloaden. Even kijken wat er allemaal in staat. En hij maakt TikToks. Maar echt. We gaan weer wat meemaken. Echt, doe je stoelriem vast. Daar gaan we. Nou ja, goed. Weet je, hij is pasta aan het eten. Hey jongens, zoals jullie weten ben ik een podcast gestart. Oké, jongens, zoals jullie weten. Tenminste in april. Ja. Ik denk, nou, 10.000 downloads sinds published. Lekker zeg, mijlpaaltje. En dit is letterlijk de kracht van consistentie. Wacht, kunnen we het zien? Eerste maand, 480 downloads. Een paar maanden later, ging ik beginnen met uploaden. Deze vind je op Spotify trouwens. Link is al in de beschrijving staan. Vorige maand 3.000 downloads in één maand. 100 per dag. Dus laat sowieso ook even in de comments weten als je de podcast checkt. Wordt sowieso gewaardeerd. Maar dan zie je echt wat de kracht van consistentie. Kijk, ik had ook hier, bij die dip, had ik ook kunnen opgeven. Ja. Niemand luistert, dat wordt alleen maar minder. Gewoon doorgaan, hup, ineens momentum te pakken en gaan als een trein. Nou, heel verhaal over zijn saaie podcast. Ik denk je bij mij... een soort geheime camera dit. Yo, gast, doe even mijn geheim filmen. En dan doe ik alsof ik niet gefilmd word. Dat gaat hij 100% doen. 100%! Hij gaat een soort van verhaal vertellen van... oh, ik weet niet dat jij het film was. Dat kan haast niet, maar goed. Voor mij meteen van, het gaat meteen naar 10.000 downloads, bla bla bla. Gast, ik heb episodes gehad met 10 luisteraars. En dat is gewoon, mensen geven zo snel op nadat ze... Ik zie dat je nu pas dat je filmt, jongens, maar... Ja, je ziet nu pas dat je filmt. Ja. Die man die van hem zit, die zit daar zo. Oh ja, ik zie nu pas dat je filmt, man. Aan is op. Het is waarschijnlijk niet eens een iPhone, waarschijnlijk is het gewoon een camera. Heet die met een camera? Zit hij dan? Wat een cap. Wat een ongelofelijke cap. Holy shit. Oh, nog even één keer. Even. Dit is echt mooi. Ik vind het echt een heel mooi momentje. Je denkt bij mij meteen van, het gaat meteen naar 10.000 downloads, bla bla bla. Gast, ik heb episodes gehad met 10 luisteraars. Dus hier zit hij. De camera zit gelijk met de kin van die gast. Dus, als hij dan tegenover me zit. Nou ja, stel je zit tegenover mij en we zijn ongeveer even lang. Dan zou hij ook iets onder mijn kin. Dan zou de camera hier zitten. Hier. Dus dan zou de camera hier zitten. Dan zegt hij ook, ik wil me niet door dat je filmt. Oh mijn god, waar beginnen we weer aan? Dit wordt ook alleen maar erger volgens mij. Halleluja, nou goed. Dat is gewoon, mensen geven zo snel op nadat ze... Ik zie dat je nu pas dat je filmt, jongens, maar... Ik zie nu pas dat je filmt, jongens. Die gast, die heeft dus een hele rare naam, die cameraman. Die cameraman, die heet dus jongens. Oh, die comment. Top video, geweldige inspiratie. Ik ben in 18 beginnende e-com ondernemer. Uiteindelijk wil ik ook naar het buitenland verhuizen om onder andere de belastingvoordelen. En omdat het een mooie stad is. Uiteindelijk wil ik ook naar het buitenland verhuizen. Onder andere om belastingvoordelen. En omdat het een mooie stad is.
Jeetje, denk dat buitenland een stad is. Je hebt gewoon gehoord van ga wonen in het buitenland, ga wonen in het buitenland. Hij heeft dat gewoon zo vaak gehoord. Die gewoon denkt dat buitenland gewoon een plekje in Dubai is waarschijnlijk. Mooi man. Wat is dit voor video? Oké, guys. Drankje hier. Hoeft helemaal geen alcohol in te zitten om het gezellig te hebben. Good talks. En ik dacht, hey, laat ik jou even... Oh mijn god. Maar hoe maak je zo'n video? Zo ontsnap je aan een gemiddeld leven. En ik kan hem gewoon niet zien. Ik zie hem gewoon niet. Zit er wel iemand op mijn scherm? Ik heb echt een flauw idee. Oké, mensen. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Normaal baantje. Normaal 1-2 keer per jaar op vakantie. Wat is er leuk aan normaal? Weet je wat je goed... Ja, wat is er leuk aan normaal? Dat staat er nergens op. Iedereen op de wereld wordt geboren met een unieke story. Iedereen is uniek. Jij hebt op dit moment gedachtes die niemand anders in de wereld heeft. Je hebt unieke gedachten. Wat lul deze vent. Trouwens, wat wel bijzonder is, hij heeft op dit moment dus niet door dat iemand hem aan het filmen is. Dat is toch schitterend. Maar wat krijg je? Iedereen wordt uniek geboren. Iedereen heeft een unieke story. Maar iedereen wil normaal zijn. Gemiddeld, ja. Weet je, er maar tussen passen. Doen wat iedereen... Ja, terwijl jij doet iets wat echt niemand doet. Nou, een cursus verkopen. Je bent echt de enige op de hele wereld die dat doet. En dan gaat het Dubai. Nou, dat is ook helemaal niet normaal. Echt, het leven wat jij wil leven, Thomas, of wat jij zo gaan gaaf vindt, jij leeft dan echt het normaalste wat je kan leven. Omdat echt iedereen die doet wat jij doet, doet precies hetzelfde. Jij bent echt een kopie van 100 anderen. En dan in een video ga je vertellen hoe andere mensen niet normaal moeten leven. Het is toch ongelooflijk. Het is echt... Nou, goed, we gaan nog even verder kijken. Wat is het verschil tussen jou en die mensen? Ik weet het niet. Ik heb heel lang gedacht, weet je, ik zit nu 4 jaar in de game. Yes. Ik ben bezig met zelfontwikkeling, deze journey. Ik heb heel lang gedacht, ja, die mensen waar ik tegenop kijk, die zijn anders. Die hebben iets wat ik niet heb. Wat ik niet heb. Huh? Hij doet zijn eigen adlibs. What the fuck? Mensen waar ik tegenop kijk, die zijn anders. Die hebben iets wat ik niet heb. Wat ik niet heb. Jij hebt iets wat ik niet heb. Wat ik niet heb. 4 jaar bezig met het online. Oh mijn god, oh mijn god. Oh mijn god. Deze gast heeft hetzelfde greenscreen als Mike Buiten. What the fuck? De hele zijde greenscreen, hoe zit het? Je ziet ook dat de belichting helemaal goed gedaan is. Omdat je hier achter hem nog die vage zooi ziet. Ja, kijk, hij is wel in Dubai geweest, maar ik vind het raar dat je hier reflectie ziet. Daardoor zou ik denken dat het geen greenscreen is. Maar als ik hier een soort vervage iets zie en Christiane en alles. Ja, denk ik dat het nep is. Nou, ik laat hem in de twijfel, maar ik ga toch voor nep. Ik ga toch voor nep. Mensen, we zijn nu op TikTok beland. En dan weet je dat ik vaak depressief word. Zo ook nu. Ik had dus echt een goede tip van deze vent. En daardoor ben ik eigenlijk gaan denken van ik moet een video maken over hem. Maar ik kan hem niet meer vinden. Hij heeft hem gewoon verwijderd. Misschien vind ik hem zo nog. Dat zou heel fijn zijn. Maar anders, baal. Baal ik van. Maar we gaan nog even kijken of we kunnen weer. Eerst dit. Moet je nagaan. Nou, 's ochtends sta je om 6 uur op. Je leest Rich Dad Poor Dad. Want iedereen zegt, ja, je moet die boeken lezen en zo. Ik heb 5 seconden TikTok gehoord, ik ga mijn leven al. Hij heeft, maar je raadt het niet. Maar waarom is iedereen zo normaal? Je moet anders zijn. Iedereen is uniek. Dus lees Rich Dad Poor Dad. Maar begint dat boek met van... My poor dad said, go to work because you need money. En mijn Rich Dad said... Ga misschien een cursus verkopen. Bijvoorbeeld Bob, het komt dropshippen. Het mag niet, maar boeien. Als je dat niet ver genoeg vindt, ga misschien kan je een cursus geven. Hoe je oude vrouw kan overvallen. Nou goed. Toch sta je om 6 uur op. Je leest Rich Dad Poor Dad. Oh, hij staat ook om 6 uur op. Ja, hè. Want iedereen zegt... Ja, je moet die boeken lezen en zo. Ja. Ik deed alles wat die guy zei. Ik lees Rich Dad Poor Dad. Economisch systeem. Op school is een scam. Uur later, eerste uur, zat ik bij economie. Ja. Je moet nagaan hoe dat is, weet je wel. Je hoort van je grote voorbeeld, hoor je dit is zo. En dan hoor je van je docent, dit is dit. En dan had je een week daarna een toets. Wat ga je invullen? Ga je invullen wat ome Kiyosaki je vertelt? Ja. Of ga je invullen wat meneer van economie je vertelt? Zeg dat ik de Nederlandse versie. Rijke pa, arme pa. Ze hebben wel echt een zieke tekst. De Rich Dad Poor Dad, de Engelse versie. Kost 11 euro met 2-3 euro cent kosten. Dus dat is 14 euro. En de Nederlandse versie voor al die pannenkoeken die geen Engels kunnen. Betalen ze wel 30 euro, ja. Ik ken vast de bankzitters. Ja. Ja, ze doen die Engelse gasten na, ze zijn niet origineel. Oh, eens even. Slimme strategie van de bank zitten. Hey, shout out naar Thomas van der Lek. Dankjewel, jongen. Wie maakt dat uit? Ze verdienen superveel geld, super succes. Waarom hebben deze mensen het alleen maar over geld? Het is ook gewoon heel erg leuk wat wij doen. Doe nou gewoon eens iets wat je leuk vindt. Dan hou je het ook veel langer vol en maakt dat je zoveel geld verdient ook veel minder uit. Ik zie heel veel beginners denken, ja, als ik een nieuw concept, een nieuwe business wil starten, moet ik super origineel zijn. Het enige wat jij moet doen, kijk wat er in een grote markt in het buitenland al werkt. We hebben echt heel veel video's die Sideman ook niet gedaan heeft. En sommige wel, maar ook gewoon... Als we er zelf... Kijk, uiteindelijk is alles gedaan, mensen. En moet je wat doen. Maar ik denk, als je onze video's vergelijkt met Sideman, dan lijkt het echt totaal niet op elkaar. Vind ik, hè? Vind ik. Iemand reageert, chef, je hebt niks anders bereikt dan vakkenvullen bij Appie in Deventer. Doe maar rustig met deze verhalen. Dan word ik keihard exposed. Op een gegeven moment had ik zelf... Ik heb hem, mensen. Ik heb hem gevonden. Dit is de meest bizarre TikTok misschien wel van allemaal. Misschien wel de meest bizarre van echt... Alle TikToks die ik heb gezien. Dit echt. Ik heb nog nooit. Ja, ik kan. Ik ben gewoon zo enthousiast om dit te delen met jullie. Want dit is zo'n onzin. Maar niemand gelooft dit. Niemand gelooft dit. Op een gegeven moment had ik zelfs mensen die zeiden: zit je op een andere school? Ik zeg: nee, hoezo? Ja, ik zie je nooit meer in de pauze. Omdat.
Dat mensen die zeggen, ja, bezien maar andersom, ik zie je nou in de pauze. Dat is nooit, never, 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 never nooit gebeurd. Nooit, 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 nooit gebeurd. Elke pauze op dat fucking laptopje zat, op zee, op de zeeverdieping, zat ik aan die business. Was een hele gekke periode, man. Dit is toch niet te geloven, man. Dit is toch echt niet te geloven. Oh mijn god, ja, hij zat elke fucking pauze op de zeeverdieping aan die business te werken. Ja, echt, en mensen dachten, zit je nog wel op school hier bij ons? Ja, ik zie je wel ook in de klas, want ik zit nogal bij de klas. Maar ik zie je niet meer in de pauze. Wat ben je nou aan het doen, joh? Elke fucking pauze. Gewoon half uur en een kwartier zat hij gewoon aan zijn business te werken, verdieping C. Dus echt, dat heeft hij dan één keer gedaan, weet je wel. Eén keer dat hij dan, hoefde hij niet eens aan zijn business te werken. Dacht hij, ik ga nu aan mijn business werken, want dat lijkt alsof ik echt keihard ga. Dat is precies wat er in zijn hoofd omgaat. Maar hij is in het expose, dat hij alleen bij de Appie in Deventer werkt. Dus in principe, ja. Jij kijkt nu naar deze podcast. Ja, kijk. Jij bent een beetje klaar met je oude omgeving. Je hebt een paar duizend euro. Ga gewoon naar Bali. Ik heb een goede vriend van mij die nu met mij werkt. We werkten nog niet samen. We waren een beetje bevriend. Hij is gestopt met school, want hij wist dit was niks voor mij. Hij is gewoon naar Bali gaan. Fuck it. Is daar gewoon heen gaan zonder job. En dacht, het komt wel een soort van. Natuurlijk, het komt niet zomaar aanwaaien. Maar ik ga me openstellen. Een paar maanden later werkt hij met mij. Reizen we de wereld over. Hij durft het gewoon. Hij is gewoon gegaan. Dus Bali is wel echt een perfecte plek om gewoon heen te gaan. Het is niet al te duur. Stel je voor, je leeft een beetje op een budget. Voor wat ik wil, 1000 euro per maand leven. Ga daar gewoon eens even lekker heen. Ga jezelf eens leren kennen. Elke dag een massage. Lekker. Hey, ga naar de Moesong. Ga gewoon even lekker. Neem een massage. Gewoon even lekker, man. Ga naar Bali. Ga naar Bali. Geen enkele reden, maar ga gewoon naar Bali. Oh mijn god. Rijke pa, arme pa. Nou, hoofdstuk 1, waar het gaat over ga cursussen verkopen. Dan heb je hoofdstuk 2 en begint zo. Hoofdstuk 2. Go. Wacht, het is een Engels stuk zo. Headpiece 2. Go to Bali. Ja, dat is het dan. Dat is dus hoofdstuk 1 en 2. Nou, hebben we in ieder geval de eerste twee hoofdstukken ontdekt. Blijf zeker op de hoogte van mijn volgende video's. Elke video ga ik een hoofdstuk van Rich Dad Poor Dad aan jullie uitleggen. De meeste mensen zitten op 31 december al. Wat ga ik aandoen die avond? Ja. Wat voor drank ga ik halen? Ja, oud en nieuw natuurlijk. Lekker, man. Oud en nieuw is leuk. Welk feest? En jij zegt, oké, boys, we gaan vanavond feesten. Maar eerst gaan we er gewoon voor zorgen dat we gaan reflecteren op afgelopen jaar. En hoe we komend jaar gaan, gaan aanpakken. We zijn naar Parijs gereden. En ik zeg, boys, we stoppen onderweg ergens op een mooie plek. Ik ga eerst die dingen voor jezelf even invullen. Wow. Ze zoeken het wel uit. Al die cursusverkopers. Ze hebben dan altijd hun tegenspeler, zeg maar. Degene met die ze het interview doen. Dat is een nog grotere jalla dan dat ze zelf zijn. 31 december gaan ze dus reflecteren. Het jaar is nog niet echt voorbij, maar ze gaan toch reflecteren. En dus niet kijken naar wat er beter kan. Maar ze rijden wel helemaal naar Parijs. Wat op zich ook best wel een lange tijd is. Dat je in principe ook allemaal andere dingen kunnen doen. Maar goed, ze rijden naar Parijs. En dan zet deze gast dat ze dus even zeggen: langs de weg stoppen op een mooi plekje. Nou, ik weet niet of jullie ooit vanuit Nederland naar Parijs zijn geweest. Maar dan rij je door België. En België, sorry dat ik dit zeg, maar België is echt lelijk. Dus dan stop je ergens op de ring van Antwerpen of zo. Ik heb geen idee. Op een buitenwijk van Parijs, waar je de binnenstad inrijdt. Een of andere banlieue. En dan stop je daar. Dan ga je daar zitten op van die. Op van die houten bankjes met zo'n tafel. Weet je wel. Met zo'n skeer wegrestaurant. Ik reed ook een keer naar Parijs. Zag jullie langs de weg staan. Reflecteren op jullie zelf. Respect. NPC, je had het ook op 30 december kunnen doen. Respect. Ik zag jullie staan reflecteren langs de snelweg. Okay, dit is waarom ik al die motivatieaccounts op Instagram heb ontvolgd. Kijk, op een gegeven moment dacht ik dat ik heel goed bezig was. Ik was de hele dag naar van die speeches aan het luisteren van Grant Cardone, Robert Kiyosaki, et cetera. Het is niet slecht, maar je hebt het gevoel dat je heel veel leert, dat je heel goed bezig bent. Maar als je echt kijkt wat je daadwerkelijk aan het doen bent, is dat heel weinig. Dus je bent alleen maar aan het consumeren. Ja. Maar om geld te maken moet je gaan produceren. Kijk, niemand is ooit rijk geworden van alleen maar filmpjes kijken over andere mensen. Dus als je dit filmpje kijkt, raad ik je gewoon aan om gewoon iets te gaan doen. Maar hij heeft dus alle motivatieaccounts ontvolgd, terwijl wat hij zelf doet is motivatiefilmpjes maken. Hetzelfde als dat ik zeg, ik heb alle YouTube-kanalen gedeabonneerd, want YouTube is echt kut. En alle views die erop gemaakt worden zijn kut. En als je YouTube filmpjes kijkt, dan ben je ondertussen niks aan het doen. Je moet ondernemen. Kom op, kom uit die 9 tot 5. Kom uit de Matrix. De Matrix, man. Het is goed om informatie op te nemen. Kijk even naar je bankrekening. Hij groeit pas als je daadwerkelijk iets gaat doen. Hoeveel zal hij op zijn bankrekening hebben? Daar ben ik dus echt benieuwd naar. Hoeveel zal hij hebben? En natuurlijk heeft hij ook een website. Dit is zijn website. Ja, het is echt ongelooflijk. Mensen, ik maak geen grap. Dit is de website. Hoe je als beginner je e-commerce business start en naar 15.000 euro per maand schaalt in de komende 75 dagen of eerder. Zonder eigen voor- en hoge obstakels. Ja, ik wil het wel. Bekijk de gratis blueprint. Anus. Log in. Private video. Log in to watch if you have permission. Hallo. Hey, komt-ie. Oh, jezus. Subscribe ik me nu. Wat gebeurt hier? Dit werkt gewoon niet. Hey gozer, je ding doet het niet. Subscribe, oké? Okay? Ecom Freedom, Dubai Silicon, Dubai United Arab Emirates. Maar dit is een hele andere website. Dit is helemaal niet van hem. Dit is, wat, hè? Vimeo, wie de fuck heeft er Vimeo? Maar hij zegt van, je kan een video kijken, maar dan is hij er niet. Dat is toch vreemd? Of ben ik dan gek? That's all, ja, dit is echt ongelooflijk slecht, zeg. Holy anus, wat is dit slecht. Gaan we zelf nu aanmelden op Vimeo met deze e-mail en hopelijk werkt dat dan. Anus. Ja hoor, jongen, gozer. Ik heb dit aangemeld, vriend. Nou, ik sta er versteld. Waar slaat dit op? Ik heb echt geen idee. Nou goed, helaas, ik heb nog steeds geen permissie om de video te kijken. Dus we moeten het hierbij afsluiten. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil je meer van je zien dat kan? Abonneer op mijn kanaal, dan zie ik jullie snel weer. Dan ga ik nu even naar bed en Rich Dad Poor Dad lezen.